Het is weer een nieuwe dag in Kleurstad en oh, wat is het vandaag een prachtige dag. Want als het goed is en ik heb nog niet durven te kijken, is de border nu echt, zeg maar, tot de gevangenis. En kunnen we waarschijnlijk de pro en noob bevrijden. Hoorde je wat ik allemaal zei? Ja, je hebt me wakker geschreeuwd met je geblair allemaal. Oh, oké. Nou ja, sorry. In ieder geval, waarschijnlijk kunnen we vandaag de pro en noob bevrijden. Want we hebben weer heel veel abonnees erbij. En ik denk dat de border nu groot genoeg is. En huh, ik zie trouwens, zie ik de noob nou al zitten daar? Zie je dat ook? Ja, ik zie ze al inderdaad. Oké, laten we gelijk gaan kijken, want ik ben heel benieuwd of we ze kunnen bevrijden. Pro Noob, horen jullie ons? Hallo? Hey. Pro en Noob. Hey. Hey. Mac, Giel. Hi. Hallo. Eindelijk. We kunnen eindelijk. Oh, we kunnen eindelijk bij ze komen, Giel. Heb je bouwblokken bij? Ik wel, in ieder geval. Haal ons hieruit. Oh. Ja, we kunnen. Even kijken. Bouwblokken plaatsen. Ik heb ducht, maar dat kan er niet doorheen. Kom op. Haal ons hieruit. Ja, ik kom er gelijk aan. Horen jullie ons nu pas? We hebben jullie echt de hele tijd gezien. Echt super dichtbij. En jullie zeiden maar niks terug. Zagen helemaal niemand in die gevangenis. Of hierin zitten. Jullie zagen niemand? Ik heb jullie dat hele bord zien bouwen. En jullie horen ons niet. We waren echt de hele tijd. Aan het killen. Okay, ik denk dat het door de boorden komt. Ik weet niet, maar ik kom niet bij jullie. Kom op, breek het gewoon. Je hebt er gewoon een pickaxe bij. Ja, ik heb een pickaxe bij. Dit kun je niet breken. Wat is dit? Mac, eruit. Oké, misschien moeten we iets van TNT regelen of zo, Giel. Ik heb geen idee. TNT. Ja, TNT misschien. TNT, inderdaad. Jongens, dan moeten jullie wel een beetje naar achter lopen, als dat kan. Oké, nou, we kunnen niet heel ver naar achter, want de barrier zit hier nog steeds. Oh ja, dat is waar. Maar heb jij TNT, Giel, toevallig? Ja, ik moet dat wel even uit mijn huis pakken. Oké, nou ga het snel uit je huis pakken. Jongens, we komen eraan, ja? Hebben jullie... Oké. Was het, ging het een beetje goed daar in de gevangenis, of... Het was echt super saai, maar één positief ding is, de hacker had ons wat koekjes gegeven, die waren op zich wel lekker. De hacker? Ja, we hebben koekjes dieet. Oh, dat is wel aardig van de hacker. Hebben jullie alleen maar koekjes gegeten? Ja, we hebben alleen maar koekjes gegeten. Ik ben echt heel veel aangekomen eigenlijk. Oké, nou dat is, ik weet niet of je dat aardig van de hacker is of niet. In ieder geval, Giel, ben je er weer? Hallo, Giel. Hallo. Ja, koekjes zijn super ongezond, er zit heel veel suiker in. Ja, dat is zeker waar, maar wel lekker. Ik ben op een gegeven moment werd ik gewoon misselijk, hoor. Ervan. Ja. Blijkbaar, Giel, hebben ze alleen maar koekjes moeten eten in de gevangenis. Oh, nee toch. Ja. Het voelt een beetje als Hans en Rietje, voelt dat. Ja, hij zei ook nog zoiets als een koekje van eigen deeg. Oh, jeetje, dat is wel heel sadistisch. Dus ik snap er niks van. Oh, maar jullie hebben... Oké, hou elkaar goed vast, ja? Wacht even plaatsen, dan gaan we in een andere hoek staan. Giel! Kijk uit! We zijn wel echt van het vallen. Maar jongens, het is beter... Als jullie het in deze hoek plaatsen, dan gaan wij hier staan. Okay. Wacht, ik heb een idee. Oké, wat is je idee? Ga je deur... Ja. Ik ga mij in deur inbouwen. Dan ben ik veilig. Dit is de eerste keer dat ik echt heel erg blij ben dat je dirt bij hebt, weet je dat? Ja, dat is eigenlijk best wel slim. Oké, Giel, ik ga alvast een afstandje bouwen voor ons. Dat we... Wil je hem niet aansteken? Jawel, maar we moeten wel een beetje afstand nemen als het explodeert, toch? Kijk dan hoeveel TNT er staat! Dit is wel gelijk alle TNT, maar ja, als dit niet werkt, dan weet ik het ook niet. Oké, kom hierachter. Doen we zo. Oké, dan gaan we dan, jongens. 3, 2, 1, rennen! Het heeft helemaal niks gedaan. Wat? Dat werkte niet, dat was zoveel TNT. Giel, dit heeft niet gewerkt. Wat kunnen we nu doen? Ik weet het echt niet. Misschien een bazooka. Oh ja. Bazooka? Ja, je moet ons bevrijden, niet opblazen. Nee, maar misschien kunnen we op die manier jullie bevrijden. Ja, hoe weet Giel van de bezoek af? Ja, ik heb het moeten vertellen. We hebben wapens gemaakt als de hacker er weer zou komen. Dat is echt alleen maar goed. Dit is echt perfect. Oké. Ik heb een auto gekregen, Ralde, voor. Je kan nog steeds een auto kopen bij me trouwens. Giel, ze zit op dit moment in de gevangenis. Laten we eerst even daarmee bezig. Ja, maar ik wil best een auto hebben. Wij gaan jullie bevrijden. Ja, wij gaan echt... Oké, ik heb de bazooka, Giel, maar
ik heb niet de kogels voor een bazooka. Die kunnen we wel... Ik heb nog. Hier, kijk. Ik heb Iron Nuggets en ik heb Gunpowder. Oh. Alsjeblieft. Heb je goed te houden. Anders ga jij die bazooka gewoon even halen. Dan klets ik nog wel even hier. Ja, doe jij even lekker kletsen met hun. Ik ga even snel een bazooka halen en de bazooka kogel maken. Want een bazooka kogel die is best wel duur. Maar Giel die had precies genoeg, gelukkig. Oké, even kijken. Dan gaan we hier naar de wapenkamer. Zo, hoppakee. En dan hier beneden. En als het goed is, kijk eens aan. Kunnen we hier een kogel maken? We hebben een missile nodig. Yes, let's go. Hoppakee. Oké, die hebben we. En... oh, dan moet ik natuurlijk naar mijn geheime kamer. Mijn geheime nieuwe kamer. Waar is die ook alweer? Hier ergens is mijn nieuwe geheime kamer. Hallo? Ja, hier. Hier, hoppakee. En daar heb ik, als het goed is, de bazooka in. Hoppakee. Kijk eens aan. Dan hebben we nu alles. En hopelijk gaat dit dan wel echt werken. Oké, dan plaatsen we even deze blokken weer terug. Ik ga de pro-speler wel snel vertellen over deze kamer, hoor. De pro-speler blijft wel, ja, een van mijn beste vrienden. Dus die mag die geheime kamer wel weten. Maar de rest toch niet. Oké, de bazooka. Hopelijk gaat dit werken. Anders zou ik echt geen enkele manier meer weten wat de oplossing gaat zijn. Giel, hallo? Giel, hallo? Ja, ik heb de bazooka. Hallo. Ik heb de bazooka. Oké, ik kom naar beneden, ja. Jongens, ga even veilig ergens staan of zo. Ja. Veilig ergens staan. Oké, ja, we gaan niet... nee, we hebben deze nog genoeg. Kom maar. Oké, ik ga de bazooka herladen. Hoppakee, hij zit erin. Giel, gaat dit goed komen, denk je? Ja, nou, ik ga even aan de kant, hoor. Als... misschien dat ik de verkeerde kant op. Oké, jongens, zijn jullie goed gescheld? Ja, zoekdekking, Noob. Zoekdekking. Oké, 3, 2, 1, let's go! Oh, er zit een gat in! Er zit een gat in! Snel, kom! Ik ga snel omhoog bouwen voor jullie. Oké. Nee, kom. Ik spring naar beneden, ik ben gek! Oké, spring maar naar beneden dan. Jullie zijn er! Ja, Noob! Let's go! En Bram! Oh mijn god! Oh, ik heb jullie zo erg gemist, jongens. Yeah. Oh, ik heb jullie ook zo gemist. Dit heeft zo lang geduurd. Oh. Hier, krijg jullie een koekje van de hacker. Oh. Ja, hier, koekje. Ik weet niet of ik deze koekjes wel eten, hoor. Want volgens mij zijn ze misschien... Luister. De hacker is misschien heel gemeen, maar hij weet hoe die koekjes moet maken. Dat kan ik je wel vertellen. Oké. Nou ja, ze zijn ook heel erg lekker. Ja, daarom. Hé, maar jongens, dankjewel voor die lekkere koekjes. Maar er is weer heel veel veranderd in Kleurstad, zo heet het nu. Kleurstad? We zullen waarschijnlijk niet alles weten, maar we hebben het allemaal zien opgebouwd worden vanuit daar. Nou ja, jullie hebben dan nog niet deze kant gezien. Moeten jullie eens maar hier komen en op dit bord kijken hier. Kijk eens aan. Kijk eens. Kleurstad? Ja. Ja, dat is de nieuwe naam. Oh, dat is echt de perfecte naam. Ja, dat ziet er nice uit, toch? Kleurstad? Yes. Oh, dat ziet er super nice uit. Met allemaal kleren. En we dachten, als we ooit de hacker tegenkomen en we kunnen de hacker verslaan, dan hebben we hier dus het politiebureau met een gevangenis boven. Dus dat is wat dit is. Oké. Nu moet iedereen zich ook gaan gedragen. Ja, want als je je niet gedraagt, dan komt de politie. Ik wil graag aangifte doen. Maar wie is de politie? Ik wil graag aangifte doen. Oh, naar wie wil je aangifte doen, Noob? Naar de hacker, maar ik weet niet hoe die echt heet. Oh. Oké, wacht, Noob, anders kom even mee naar de aangiftekamer hierboven. Oké. Pro, ik heb trouwens ook... terwijl hun daar zijn, Pro, kom eens even lekker mee. Ik heb nog iets leuks voor jou om te laten zien. Dit is een mooie kaart. Iets leuks voor mij? Ja, kom even mee. Kijk, want dit is ook nieuw. Maar even mee. Kan je naar beneden? Ja. Dit weet je natuurlijk. Als we hier gaan. Wacht, waar is je nou? Kijk. Heb ik nog een extra kamer? Ja. Maar dan moet je niet. Weet je nog, toen heel lang geleden, toen hadden we het dus over een geheime bunker in een geheime bunker. Ja. Die heeft het eindelijk gedaan. Ja, precies. En ik. Super nice. Oké, laten we snel naar boven gaan. Ja, Mick, de wapenkamer ziet er nice uit, man. Leuke upgrade. Ja, hè, dankjewel. Ja. Blijf daar. Wat zijn jullie allemaal aan het doen? Jij wil zo nodig aangifte doen. Wat zijn jullie allemaal aan het doen nu, joh? Ja, ik wou aangifte doen. Maar... Giel zei dat dit de aangiftekamer was. Waarom heb je nou opgesloten, Giel? Ik laat je wel weer vrij doen. Giel, hij is net vrij, man. Ja, hij is net vrij. Hier, kom maar. Noob, kom maar. Ja, dankjewel. Dat is wel heel fijn. Nou, jongens. Ja, maar ik geen koekjes. De politiebureau is niet het... Die hebben ze bij ons niet. Bij ons krijg je droog brood. Dit eet je bij ons in de gevangenis. Oh ja, dat vind ik ook lekker. Maar je hoeft dan zit liever in de hek in zijn gevangenis. Maar je met koekjes. Maar je hoeft niet in de gevangenis, Noob. Oké, wacht. Kijk eens hier. Dit is ook nog nieuw. Dit is onze nieuwe automatische farm. Voor heel veel eten. Maar dat laat Giel wel aan jullie zien in zijn video. Want dat heeft hij lekker zelf gebouwd. En... Dit hebben we ook gewoon helemaal niet kunnen zien vanuit daar. Nee, nee,
nee. Nou ja, in ieder geval jongens, ik ben heel blij. Ik ben heel blij dat jullie weer erbij zijn en weer bevrijd zijn. Oh, ik ben ook zo blij. Ik kan weer slapen in een bed. Ja, en ik hoop dat... Eindelijk geen koekjes meer. Ja, en ik hoop dat Hackrolls met rust laat. Wil je nou de video van Giel zien waarin we dat bord bouwden? Klik dan snel op deze video. Doe ik even duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. En dan zeg ik Mick out.